BanjoTown aankooien. Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe vlog op BanjoTown. Het is vandaag nog steeds dinsdag. Dankjewel Jordi. Nee, het is woensdag trouwens. Het is woensdag. En we gaan zo meteen naar het hotel toe. We zijn aan het wachten op Eelco. Ik hoop dat hij zo komt. We hebben geen contact met Ilka omdat zijn mobiel uit is. Dat is best kut. Best wel. En we liggen hier half te slapen op de grond. Ja, ze liggen hier half te slapen op de grond. Ricky is moe. En dat kan je wel zien. Het geeft me groot gelijk. We hebben niet zoveel geslapen vandaag. Ik hoop echt dat Ilka snel komt. Hij zei, we zijn hier tussen, hij zou hier zijn tussen 6 en 7. Dat is sowieso al echt een uur dat ik denk van, oké, het is 6 en 7, oké. En het is 6:15 nu, dus we kunnen nog 3 kwartier wachten. Ja, maximaal 3 kwartier wachten en dan moeten we, we zijn hier niet eens geparkeerd, dus we moeten nog ergens heel anders heen. En dan moeten we nog rijden naar het hotel tot 20 minuutjes, dus is het wel lang. Ik denk dat we nog even gaan eten tussendoor. Like, avondeten, ja, avondeten. Avondeten, dan krijgen we energie. Dan krijgt Ricky Boy, krijgen we energie. Bijna mijn kom. We hebben ze juist ook alweer op hoed. Kijk eens, daar is hij, dames en heren. Eindelijk. En we hebben DDG op hoed. Kijk eens, daar zijn al. Ze zijn weg. Oh, dat ging snel. Nou, in ieder geval, we hebben Ilka weer. Ja! Hallo, we zitten in de auto en we gaan naar die Hotel Alte Posta Shop. Oké, ik zal wel Nederlands praten. Dit is Pokémon. Nee, dit is Yu-Gi-Oh! Oh, Yu-Gi-Oh! Spijt me. Nog oldschool. Okay, goed. We gaan naar het hotel toe. Het is een oud postkantoor en... Wat? Alte Poststation, dat betekent toch oud postkantoor? Wat? Nou, we gaan het dus zien, we gaan onderweg, we hebben eigenlijk de TomTom aangekregen en we zijn best wel moe denk ik, maar we gaan ook lekker eten, want ik heb honger. We zijn aangekomen en hopen we, ja, want het ziet er zo uit als op het plaatje, maar misschien ook weer niet. Ik heb geen idee. Er zat namelijk nou nergens het, echt een naam of zo. Dus we gaan even binnenkijken. Nou jongens, blijkbaar is dit waarschijnlijk niet het hotel. Ik heb geen idee waar het dan is, want het was echt, dit is gewoon, het hoort op de afslag te liggen en het was even ver. Dat zou betekenen dat er dus bovenop de berg daar nog een hotel moet zijn. Wat eigenlijk precies ongeveer zo eruit ziet. Dus laat het trouwens voor het hotel staan. Hier kun je het zien. We zijn dus hier zo. Ik ben heel benieuwd hoe dit het is. We gaan het zo horen van Ilka. Nope, het is hem niet. Het is 300 meter verder. Dus ik dacht, het zag er best luxe uit. Maar blijkbaar is het nog niet wat we gekocht hebben. Dus, bedankt Joery! Bedankt Joery! Obama doet niks. Ja, daar. We zien hem. Daarachter, daar is die. Daar in de verte. Daar auto. Dus kijk, dat ziet er wel meer uit. Ja, het is weer even net weer af en afgelegen. Dit is hem. Waar is dat zwembad? Dit is hem. Oké Rick, zeg maar, waar zijn we nu? We zijn bij onze hotelkamer, nummertje 36. Nummertje 36, we hebben nog met rijst. We hebben nog niet binnen gekeken. Hij zit erin, hij zit erin. Sleutel zit erin. En ik zei eerste impressie. Oké. Eerste impressie. Oké, eerste impressie. Doe open. Wacht, ik ga hem open trappen. Nee. Serieus? Het is een zware deur. Ja, doe gewoon open. Waar is die dode hoer? Waar was... Auw! Dat tik komt in mijn gezicht. Dat tik komt in mijn gezicht terug, idioot. Wat Haribo? Normaal leggen ze chocolaatje op je kussen. Wij hebben Haribo. Dat is Duits. We hebben tv. Ja, we hebben tv. Duitse porno. Duitse porno. Op de telefoon. Niet bellen. Ik spreek met Obama. Waar gaat er echt over? Ja. Waarschijnlijk bellen we naar beneden. Hier zit de dode hoer in. Jij doet hem open. Okay. Waar is de dode hoer? Unboxing. Unboxing. Oh, ik dacht even lichter aan een lijk in, maar het zijn gewoon die kledinghangers. Tada! Dan ben ik echt uit de kast gekomen. Ik ben een dode hoer. Oké, hier is de wc, denk ik. We hebben gewoon een eigen badkamer, wat een luxe! Hoe gaat dat ding... Oh, dat is het verkeerde licht. Zoek het licht. Zoek het licht. Hier wat? En niet die vingers in het stopcontact stoppen. Nee. Blijf van onze deur af. Volgens mij zit het slot er nog in. Het slot! Joery! Vast! Waarom heb je het slot erin laten zitten, idioot? Dit gebeurt er als je je sleutel in de deur laat zitten. Yeah! Lul. Rick, we moeten gaan eten, jongen. Ja, als je hem niet klaar pik, vergeet alsjeblieft niet je sleutel. Nee. Je bent echt de beste faggot die dat doet. Oh, Mario. Ja. Kom, we gaan eten, man. Ja, kom op. Is niet klaar? Tuurlijk wel. We gaan drinken. Ja, we gaan drinken. Ja, drinken is geen eten, Joery. krijgen, dan ga ik drinken. Alleen leuk hoor. Oh mensen, we zijn in de hotelkamer weer. We hebben net even wat gegeten. Het was best lekker trouwens en niet eens zo heel duur, dus wel relaxed. We hebben wat gedronken, want het is natuurlijk ook belangrijk dat ook al is het werk wat we hier doen, dat je ook gewoon even lekker goed gesprek hebt met z'n allen. Ik wil het alleen even hebben over de hotelkamer. Aangezien de hotelkamer, daar kwamen we binnen vanochtend vanmiddag en het was, ja oké, weet je, je pleurt je spullen neer, je gaat eten, want je hebt fucking veel honger. En Eelco en ik kwamen net terug en Jordi en Rick hebben dus een andere kamer, dus voor hun geldt dat niet. Alleen toen gingen wij dus even licht op de bedden en dat zag er ongeveer zeg maar zo uit. Ik lig dus nu met mijn hoofd tegen de, ja, tegen de rand van het bed aan en check even waar mijn voeten uitkomen. Je snapt het al, I'm not even kidding. Het bed is gewoon echt serieus te klein. This is a bed for ants. Nee, maar serieus, ik bedoel, Ilko die slaapt hiernaast. Daar zo, ik weet niet of je het zag. Die Ilko is sowieso 10 centimeter langer dan mij. Dus als ik al mijn voeten erbovenuit kom, moet je je voorstellen wat die jongen doet als hij op het bed gaat liggen. Dus hij is even nu naar beneden gegaan en om te vragen of ze ook nog bedden hadden voor mensen die langer zijn dan 1,80 meter. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat ze nu een hekel aan ons hebben en zo wel, dan... fuck you bitches. Nou, Ilko heeft heel goed zijn best. Ik ben het trouwens een beetje verkouden. Ik was echt net fucking vol last bezig van mijn hooikoorts. Maar Ilko heeft fucking goed zijn best gedaan. Want uit het niets kwam hij terug met een andere sleutel van de kamer er tegenover. En check eventjes. Huppakee, motherfucking dubbelslaper. En huppakee, motherfucking langer bed. Tenminste, deze bedden zijn nog steeds even lang, maar fuck it, het is een dubbelslaper, dus YOLO. Dus dat heeft die baas goed gedaan. Jongens, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet even hiernaast te klikken op de video van vorige keer. Vergeet niet te liken, te abonneren, dat soort shit. En volgende keer zie je gewoon ons weer in een nieuwe vlog van BanjoTown om Keulen. Ik zeg, fijne avond, slaap lekker en tot morgen.